Ik ben Rieke Kwade, ik ben theatermaker en ik maak op dit moment het stuk De Droomloze. Het is een verhaal over een wereld waar mensen niet meer slapen en dus ook niet meer dromen. En er is een bedrijf, het Wakend Oog, en die verzorgt waakbehandelingen om mensen 24/7 wakker te houden. In de wakkere wereld kunnen mensen niet meer dromen en zijn dus ook niet meer verbonden met hun onbewuste zelf. De hoofden van de acteurs zijn gescand en 3D geprint, vervolgens afgegoten en met siliconen bewerkt. De poppen komen in actie als er gedroomd wordt en in de loop van de voorstelling lopen realiteit en droom door elkaar heen. Het Droomloze is een kijkje in de toekomst. Tijdens het maken van de voorstelling kwam ik erachter dat we eigenlijk al in deze tijd leven. Dat wij eigenlijk al het droomloze zijn, alhoewel we nog slapen.